Ik ben Albert van der Bos, ik ben Facility Manager al ruim 4 jaar bij Samskip. In 1990 is Samskip opgericht in IJsland. In meer dan 20 landen hebben we kantoren en we hebben 1400 medewerkers in dienst. Wij regelen transport hier. Wij transporteren over de weg, over het water en over het spoor. We hebben een heel goed planningssysteem en daar wordt dus echt alles ingepland. Echt treinen, vrachtwagens, boten, helemaal op elkaar afgestemd. Er zit een hele papieren stroom aan vast natuurlijk. We proberen alles zoveel mogelijk digitaal te doen. Het heeft absoluut financiële gevolgen. Je hebt natuurlijk minder papier nodig, je hebt minder tikken nodig. Je hebt veel minder portokosten, minder handling. Dus zo hebben wij dus ook daar de kosten omlaag kunnen krijgen. Wij gebruiken Planet Press voor het verrijken van ons EDI-boekingssysteem. Je kan overal documenten vandaan plukken en dan één pakje doorzetten. Wij zijn nog bezig met het virtueel maken van ons briefpapier. Voor ons is vooral belangrijk bedrijfszekerheid en dat we flexibel zijn in onze printers. Wij hebben daartoe ook een paar color cubes hier staan met het follow me principe. Wij sturen onze printjes naar een printserver. Dan lopen we naar de multifunctional toe. Dan halen we met ons pasje halen wij daar de opdrachten binnen. Maakt niet uit waar, maar we kunnen gewoon overal ons printje ophalen. De suppliers hebben veel minder verpakkingsmateriaal, dus dat scheelt heel veel. En ze maken gebruik van wasblokken. Dus ook geen tonen meer, geen fijnstof meer. Ook in het kader van milieuverantwoord ondernemen hebben we hier een hele goede slag geslagen. De CMR-documenten, dat is dus een document van 4 vellen. Dat zijn 4 kleuren, geel, wit, roze en groen. Dat is speciaal CMR-papier wat we bij Extended betrekken. Het zijn echt hele specifieke printers voor de CMR. Xerox is de enige supplier die machines kan leveren. En elke la zit een aparte kleur, dan wordt de printopdracht gegeven, wordt uit elke la een stukje papier gepakt, wordt geprint, wordt samengevoegd en geniet en dan wordt het aan de chauffeur gegeven. Als de documenten niet op tijd zijn, ja, dan kan je extra kosten betalen voor het container die op de kade staat. Dus die kosten wil je niet hebben. Dus vandaar dat we ons proces zodanig ingericht dat alles zo snel mogelijk qua documenten op de juiste bestemming is. De belangrijkste reden om voor Extended te kiezen was vooral de expertise die bij Extended is. Hele goede apparaten en ze hebben ook alle kennis in huis om het hele proces in gang te zetten. De software die erbij hoort. Wij zijn er zeer tevreden over het systeem. We hebben natuurlijk ook bij andere partijen gekregen, maar die durfden het gewoon niet aan, die oplossing. Extended zei dat wij durven het aan, wij zetten hier een machine neer op basis no cure, no pay. Sindsdien draait dat heel goed.